Ik ben Ina, de huisseksuoloog van Flair en ik beantwoord al jullie prangende seksvragen. Tijdens de cyclus wordt het baarmoederslijmvlies dikker, zodat een eventueel bevruchte eicel zich kan nestelen. Is er geen bevruchte eicel, dan vindt de menstruatie plaats. De baarmoeder trekt dan samen, zodat het opgebouwde slijmvlies wordt afgestoten en dit kan pijn veroorzaken. Vaak gaat het om krampen en een pijn in de onderbuik en soms ook pijn in de benen en of rug, hoofdpijn, diarree, vermoeidheid en misselijkheid. Wat helpt kan verschillen van persoon tot persoon. Sommigen voelen minder pijn wanneer ze bewegen, anderen hebben veel nood om te rusten. Ook warmte, zoals het nemen van een bad of het gebruiken van een kersenpitkussen, kan helpen. Ook het krijgen van een orgasme kan de pijn verlichten. Er bestaat ook een apparaat dat Livia heet. Dit behandelt pijn door middel van elektrotherapie, waardoor pijnsignalen worden geblokkeerd. Heb je last van een ondraaglijke pijn of een plotse pijn waar je voordien nooit last van had? Ga dan langs bij een huisarts of gynaecoloog. Die kan je pijnstillers of eventueel anticonceptie voorschrijven. Het zou kunnen wijzen op endometriose. Dit is een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder bevindt. Praat er in ieder geval over. Menstrueren is niets om je over te schamen. Flair, flair.